Hoi, mijn naam is Gijs Bodenstaf en afgelopen weken kreeg ik een aantal vragen van YouTube-kijkers die vroegen zich af hoe je nou eigenlijk een video kunt bewerken. Ik ga jou laten zien hoe je dat zelf heel eenvoudig kunt. In deze video ga ik jullie de basisbeginselen laten zien met het programma ScreenFlow 5. Dat is helaas wel voor de Mac, maar ik zal in een andere video ook nog een filmpje maken voor iMovie en Final Cut Pro. Als eerste ga je kijken hoe je Canvas staat ingesteld en op welk formaat. En dat kun je doen door even hierop te klikken en dan zie je dat je Canvas, dat is eigenlijk het beeld waar je in gaat bewerken, staat op 1920 x 1080. Maar dat is een beetje afhankelijk van wat voor soort scherm je hebt. Deze rode balk, die gebruik je eigenlijk als timeline. Dus je kunt zien waar je dan bent in je track of eigenlijk in je videospoor waar je bent. Je ziet ook hier de teller van de secondes. En daarmee kan je heel makkelijk scrollen. En die gebruik je ook om bijvoorbeeld te knippen. Dus stel dat je hier een stuk wil afhalen, dan klik je op deze rode balk. En dan kun je zo heel eenvoudig kan je dat verwijderen. Maar je kunt ook in een bepaalde track een klein stuk weghalen. Dan selecteer je hem, dubbelklik en dan doe je split clip. En dan knip je eigenlijk één spoor, want deze video bestaat uit meerdere sporen, meerdere audiosporen. Ik zal alle functies even doornemen van rechts naar links. Deze gebruik je om nieuwe media toe te voegen. Dus stel dat je een andere video hebt en die wil je eraan plakken. Dan ga je naar Add Media. Je pakt een video, bijvoorbeeld deze. Je sleept hem en je zet hem erachter. En je hebt een video geknipt en geplakt. Vervolgens kun je ook nog tekst toevoegen. Dan druk je op de T. Hier zie je de verschillende lettertypes. En dan doe je Add Textbox. Dus stel dat je een tekst... dan selecteer je het spoor. Je gaat er middenin staan en dan kun je dus de tekst... tekst. Die kun je dus ook nog een andere kleur meegeven. Cursief, bold, andere kleur. Vervolgens kun je ook nog annotaties toevoegen. Dan doe je Add Annotation Clip. Je selecteert hem. En nou ja, je doet bijvoorbeeld een pijl. Kan je dan nog een andere dikte meegeven. Of een vierkantje of een blokje. En een blokje kan je bijvoorbeeld weer goed gebruiken als je iets wil weghalen. Dus je kunt bijvoorbeeld... En dan maak je hem bijvoorbeeld wit. En dan kan je dus iets weghalen. Stel je wil een bepaald stukje wil je opblazen, inzoomen, uitzoomen of vergroten. Dan kun je eigenlijk een call-out gebruiken. Je selecteert het stuk waar je dat zou willen doen. Je drukt op Add Callout. En nou zie je dat je dus hier, dat is dan nu een muiscursor, kun je dus iets highlighten. Maar je kunt het ook met de freehand doen. En dan pak je bijvoorbeeld een vierkantje. En dan kan je dat zo selecteren. En dan kan je dat dus ook nog achtergrond blurren. En dan kan je dat uitzoomen. Verder kun je natuurlijk de audio, als je die selecteert, kan je die bijvoorbeeld op mute zetten. Als je dus verschillende audiosporen gebruikt en je wilt één geluid uitzetten, dan kun je dat heel makkelijk doen door even op mute te gebruiken. Je kunt uiteraard het volume hoger of lager doen. Je kunt de achtergrondgeluid verwijderen. Deze zoom... Die gebruik je eigenlijk als je gaat editen. Dan kan je dus echt op de milliseconde kun je gaan editen. Dus ik zet hem altijd een beetje op de helft, zodat is het nog een beetje overzichtelijk. Maar het is belangrijk dat alles wat je doet, dat je eerst je track of je spoor even aanklikt. Dan wordt die dus geel omrand. En dan weet je dat die actief is. En dan kan je dus specifiek een tekst, een call-out of een zoom-in of een zoom-out of iets gaan knippen en plakken. Je knipt dit eraf. En dan wil je bijvoorbeeld dat het langzaam at ending transition. En nou zie je hier dat er een effect is, dat die dus wegveet. Maar dat kan je ook doen om hem in te laten veden. Dan zet je hem hier neer. Add starting transition. Stel nou dat je ook nog bij je video een intro en een outro even wil plaatsen. Je opent ScreenFlow. Je pakt een intro. En een outro. Je zet de outro erachter. En de intro ervoor uiteraard. Je zet ze weer even tegen elkaar aan. En je ziet, je hebt een intro. Hoi, mijn naam is Gijs Bodenstaf. En een outro. Heb jij net bekeken? Dan ga je de video uiteraard opslaan. En exporteren, file, export. Je zet hem even op 100 als hij niet op 100 staat. Je gaat exporteren en de video is klaar. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een vraag over hoe je een YouTube intro kunt maken? Stel je vraag even hier beneden en ik ga je vraag beantwoorden. Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende video.